Welkom in Content Veen. Koning Julian is een tijdje geleden ontsnapt uit mijn zwaar beveiligde gevangenis. Vandaag stond ik rustig met generaal Bram te praten in de troonzaal. Toen Floor ineens naar mij toe kwam met dringend nieuws. Koning Julian keert terug met 100 andere strijders om mijn koninkrijk voor eens en altijd over te nemen. Ik hoorde dat als we geen 7000 likes halen op deze video, hij al mijn dorpelingen zal opsluiten en afslachten zodra hij mijn kasteel heeft overgenomen. Gaat het hem lukken om deze oorlog te winnen? Of zal hij falen en voorgoed verdwijnen in deze grote wereld? Zo Bram, daar zijn we dan. Ik vind het leuk dat je er weer bent. Zeker. Ik vind het leuk dat je weer in mijn koninkrijk bent. Het is lang geleden. Wat vind je van de troonzaal? Het is helemaal veranderd. Dit was hier vroeger nooit. Het was altijd anders. Ja, hier was vroeger niks volgens mij. Dus... Nee, hier was helemaal niks. Het bestond hier letterlijk uit scheid en dirt en gras en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, het is zeg maar een opening, want daar zat eerst die muur. Mm-hmm. Nou is het een hele zaal geworden. Exact. En ik heb een mooie troon hier en zo. Ik vind het leuk dat je er bent. Ik ben heel blij mee. Kijk, René is er ook heel blij mee. Die staat er ook, zie je? Kijk hoe blij René is. Ah, Rini. En Floor. En Floor. Hallo Floor. Dat is slecht nieuws. Heb je bij het woord gekeken? Ja? Julian staat met een heel leger. Bram, het is tijd. Goed. Het is tijd. Hier hebben we voorbereid, jongens. We hebben hierop voorbereid. Dankjewel voor het nieuws, Floor. Floor, René en Bram. Kunnen jullie ze hierheen escorteren? Ja. Kunnen jullie dat? Ja? Kunnen jullie het leger hierheen brengen? Ik wil met ze praten. Ik wil eerst kijken of we dit vredig op kunnen lossen, oké? Oké. Ja, dat is top. Dank jullie wel, jongens. Ah, kijk, dan zal je ze hebben. Daar ben ik. Daar ben je weer. Je hebt niet gelogen. Je hebt niet gelogen over het feit dat je een heel leger mee hebt genomen, Julian. Ik moet toegeven, het is wel echt groot, je leger. Ja, ik hou altijd aan mijn woorden. Ik hou altijd aan mijn woorden. Bram, zorg dat ze niet in de buurt komen hier. Hou ze daar, nee ook, als jullie daar een beetje kunnen staan. Een beetje intimideren. Julian, wat is je plan? Wat wil je? René, niet ervoor staan. Ik kom dit koninkrijk voor mezelf opinnen. Ja? Want het is zo'n mooi koninkrijk. Dankjewel. Ik hoef ook samen zometeen geen buildings meer toe te voegen, want het is eigenlijk al goed. Maar wat wil je dan? Je wil dat dit van jou is. Ja, ik wil rijkdom. Gewoon macht over deze server. Dat kan. Maar deze guy is trouwens gewoon echt aan het kijken naar Bram's spel. Hey, je leger die is wel een beetje... Ja, allemaal even terug, jongens. Kom even hier. Ik weet niet wat je leger... Hierachter. Ik hoop dat je ze wel goed getraind hebt, want ze zijn wel allemaal lekker bezig hier ja, zo. Ja, ik heb heel veel diamonds gemined. Maar ze hebben helemaal niks aan. Ze zijn allemaal heel kaal. Ja, ze houden vooral op zitten, op trappen. Hey, Julian, kunnen we dit niet beter oplossen? Ja, wat stel jij voor? Ja, even praten erover. Gewoon, kan ik je niet iets geven, betalen, een paar diamonds, iets krijgen, netherite of zo? Dan ga je gewoon weg met je stinkleger. Ja, maar kijk, dit hele koninkrijk is wel echt gewoon 50.000 diamonds en zo waard. Ja, dat heb ik niet voor je, dat is het hele ding. Ja, dat is pech, dan wordt het vechten, denk ik. Hoe ben jij überhaupt ontsnapt trouwens uit mijn toren hier? Ja, ik heb hulp gekregen. Van wie? Van ja, Frederik. Nee, hij wou anoniem blijven. Dus. Hij wou anoniem blijven. Natuurlijk wou hij anoniem blijven. Ken ik hem? Geef me even een hint. Ja, zover ik weet wel. Oh. Dus je hebt een verrader. Ik heb een verrader onder mij. Onder ons. Oké, okay. Hey, over Frederik gesproken trouwens. Ik zie hem. Nou, maakt niet uit. Julian, jij wil dit uitvechten. Hoe zie jij dat voor je? Want ik vind het prima. Alleen jij hebt heel veel mensen. En ik heb zeg maar Floor, Bram, René Maurits zou ook helpen. Maar ik weet niet eens waar die is. Ja, dat is eigenlijk aan jou. Ik zag hier een mooi veldje ergens toen ik hier kwam. Ja? En ja, daar gaan we doen. Oké, en daar wil je wat? Uitvechten gewoon? Gewoon het uitvechten, ja. Wie dit eerwaardig is. En wie wint, wie de slag, het gevecht wint, die krijgt het koninkrijk. Maar het is mijn koninkrijk, hoezo zou ik daarmee akkoord gaan? Wat zou je anders doen? Nou, anders gaan we het hier gewoon uitvechten. Nee. Goede aantallen. Oké, weet je, geef mij heel eventjes. Ik weet waar het mooie veld denk ik wel is. Of althans, neem René met je mee. Ja, René, sorry. Gijzelaar. Je moet het wel doen. Dan neem ik één van jou iemand mee. Oké, dan wisselen we gijzelaars. En jongens, even terug. Allemaal, kom op, eraf. Luisteren naar jullie koning. Dan neem ik... Jij neemt er een mee, dan neem ik één van jullie mee. Dan hebben we gijzelaars onder elkaar. Oké, akkoord? Ja, akkoord. En dan meet ik je daar zo snel mogelijk. Ja, is goed. Prima? En dan gaan we het uitvechten. Dan is het gewoon klaar, oké? Is goed. Oké, prima. Neem je stinkleger maar weer mee. Dat is veel te veel mensen hier in mijn troonzaal. Wie wil vrijwillig... gegijzeld worden. Wacht, nee, ik kies wel iemand. Nee! Jongens, ga weg! Ik wil Riccio. Nee, echt niet. Riccio, nee. Hier komen. Helaas. Jawel, Riccio, meekomen. Hier, jij krijgt René, ik neem Riccio. Oh, vooruit. Hier komen, zo. Hoppakee, jij bent onze gijzelaar. En we gaan ze met respect behandelen, hè? Akkoord? Ja, prima. Oké, dan nu opstinken. Wat wapens, ja, komt goed. Opstinken. Okay, opstinken. Goed, ja. En het ding is, alleen ijzeren armor gebruiken. En ijzeren wapens. We gaan geen enchantments, helemaal niks door. En weg. Ik?
Want, wij ook, jij wij hebt, ook. Ja, wij ook. Ik ga ook alleen mijn eigen dingen gebruiken. Okay, weg hier, jongens. Op, stinken, nou, deks, jongens, open. We gaan terug. We gaan ons voorbereiden. Naar buiten. Naar het slagveld. Let's go. Ik slag jullie daar wel allemaal. Ja, ja. Weg. Weg hier. Ram, Floor, Ricio. dit is een probleem. Dat weten we. Dit is een probleem. We zijn erg outnumbered. Zij hebben veel meer mensen dan wij zijn. We hebben alleen ijzeren armor afgesproken om het eerlijk te houden. Bram, je grote sterke panzer moet uit. Je grote sterke wapens moeten in de kast. Prima. En laat die grote sterke borsten van je zien. Juist. Dit is de gevechtsoutfit, hè? Floor, terugkomen. We hebben een probleem. We gaan aangevallen worden. Er is een slagveld. We hebben backup nodig. En ja, ik ken maar twee mensen voor wie we backup kunnen. Wat doet Snor daarboven? Maar maakt niet uit. Bram, kan jij Justin ophalen? En Floor, kan jij Anne ophalen? Ja? Dat kunnen jullie. En als zo snel mogelijk, zeg maar nu, dan ga ik de vergaderzaal ready maken. En dan kunnen we gelijk gaan beginnen en met praten over of ze überhaupt willen helpen. Alright? Opschieten, Bram! Ja, opschieten! Ga! Rennen! Ja. Rennen zoals jullie nog nooit gerend hebben met z'n tweeën. Nou jongens, ik zit hier in de zaal te wachten. En als het goed... Ja, kijk, daar heb je ze zelfs. Ik wou net zeggen, als het goed is, zullen ze er elk moment zijn. Floor, Bram, Anne, Justin en... Frederik achter, die houdt ons in de gaten. Dat maakt niet uit. De stoelen zijn kapot. Let er niet op. We gaan er gewoon lekker op staan. Vooral in plaats van dat je gaat vliegen zo. welkom. Dankjewel Justin. Dankjewel Anne voor de komst hier. Ik vind het erg leuk dat jullie er zijn. Maar laat ik gelijk de zaak komen. We hebben een probleem. Hebben jullie ooit wel eens Julian Jultemax gezien? Ik niet. Nee? Nee? Nee. Hij is hier nu. Met een heel leger. Er staat echt iets van, weet ik voor hoeveel man buiten klaar om ons dood te maken. Althans. Maar, oh, dat klinkt als jouw probleem. Ja. Oké, maar Justin, het ding is, ik wil er ook jouw probleem van maken. En ik wil er ook jouw probleem van maken. Ja, maar hallo. Dus mijn vraag is, willen jullie mij helpen in de strijd tegen deze mensen? Kijk, we zijn nog steeds heftig. Ik zweer het, ik dacht dat ik Frederik daar zag. Echt waar, maar dat kan ik me ook inbeelden. In ieder geval, willen jullie mij helpen met deze strijd? We gaan waarschijnlijk nog steeds verliezen. Maar wie weet kunnen jullie helpen en het verschil maken. Volgende week? Nu, zeg maar nu. Nu. Anne? Ja, ik doe sowieso mee. Ja? Top, ja. Dankjewel. Anne, echt dankjewel. Justin, alsjeblieft. Ik heb jouw krachten nodig van Kingdom Couch. Ja, maar ik moet nog wat doen thuis. Je moet nog wat doen thuis? Ja. Zoals? Koken. Nou, alsjeblieft, help. Just, ga je helpen? Misschien? Justin. Hey, Justin. Hallo. Oké, op hem kunnen we dus ook niet rekenen. Anne, dankjewel voor het helpen. Justin, stik er maar lekker in. We hebben ook Kingdom Couch, hebben we ook oorlog mee nu. Hey, Floor. Floor, dankjewel dat je er bent. Even goed. Top dat jullie zijn gekomen. Laten we ons klaarmaken, ijzeren armor aantrekken en naar het slagveld gaan, denk ik. En dan ons mannetje staan. En ons vrouwtje voor jullie. Oh ja, en we moeten René terug omwisselen. Heeft iemand Ricio gezien? Die hebben we volgens mij daar gewoon achter gelaten. Nee, we zouden ervoor zorgen. We hebben hem achtergelaten. We hebben hem vastgebonden, dat is gewoon goed. Oh, jullie hebben hem vastgebonden. Ja. Wat is Frederik allemaal? Hij is mijn glas aan het slopen hier, hè? Maar goed, jongens, laten we ons armor aantrekken en naar het slagveld gaan. Jongens, welkom op het slagveld. We zijn hier met z'n vieren. Denken jullie dat we gaan winnen? Is de vraag. Ik heb altijd al vertrouwen gehad in de strijdkunsten. Je hebt altijd al vertrouwen gehad in de strijdkunsten. Nou, ik wens je heel veel succes met dit, Bram. Ik denk niet... Huh? Wat hoor ik? Wat hoor ik, hè? Oh! Jongens! Wat is er daar? Wat is dat? Het is Justin! What? Jongens! Het is Justin! Oh! Hij komt helpen! We hebben backup! We gaan winnen, Bram! Hoezee! Wat is dit nou? Justin! Kom hier! Justin! Je komt toch helpen? Wat is dit? Ja, klopt. Je mag wel stoppen met je toeten. We weten dat je er zijn. Hey, sorry. Jongens, kom informatie. We gaan intimiderend zijn. Ga informatie allemaal. Neem informatie aan. Julian. Ja. Het is tijd, kom hier, om de gijzelaars over te brengen. Ik weet niet eens waar. Ik weet niet hoe Justin aan al die mensen hier kwam. Maar hij heeft backup gebracht. Geen idee. Dus. Ja, maar ik heb geen zorgen. Ik heb geen zorgen. Nou, je hebt wel nog meer mensen, moet ik zeggen. Ja. Dus zullen we de gijzelaars inwisselen? Ik heb goed voor Ricio gezorgd, toch Ricio? Ja. Goed voor hem gezorgd? Ja, kijk. Je neemt hem maar, dan nemen wij René meer mee terug. Ga maar. Kom maar, René. Kom maar, ga maar gezellig daar veilig staan. Ben je er klaar voor, Julian? Ja, we gaan voor dit doen. Voor het gevecht gaan we dit doen. En dit gaat om mijn koninkrijk, hè? Dit gaat om mijn koninkrijk. Wie is dat? Frederik, die is aan toekijken. Prima. Julian, weet je, ik weet niet of je dit gaat winnen,
Maar als je wint, zorg alsjeblieft goed voor mijn koninkrijk. Echt dan waar. Dan noem ik het poninkrijk. Het poninkrijk, dan gaan. Jongens, vinden wij dat goed als hij het poninkrijk noemt? Nee, hè? Niet winnen. Oh, nee, hè? Gaan we winnen met z'n allen hier? Ja, nee. Ja, ja, ja. Ahoe. Jongens! Ahoe. Aanvallen! Aanvallen! Pak ze, jongens. Ik ga op de zijlijn toe kijken als een echte... Oh mijn god, ik word aangevallen. Oh nee, jongens. Oh nee. Jongens, help! Jongens, help. Blijf dicht bij elkaar. Jongens, pak! Blijf bij elkaar! Slag ze! Vermoord ze! Mensen met de leren helmpjes! Maak ze dood! Hier! Maak ze dood, jongens! Pak ze! Ik ga hier wat pakken. Ik weet niet wie dit is hier. Verder. Rizio! Oh. Verrader, kom hier! Oh, nee, nee, dat ga ik niet overleven. Bram! Oh, Jilte! Bram! Jilte, nee! Justin, achter je! Help! Help! Ja. Help! Maar Jilte, je bent van mij! Oh, mijn god, ik word hier zo hard gefucking dubbeltiet! Oh mijn god, dit is echt gevaarlijk. Wie zit er achter me? Dankjewel, jongens. Helmet. Die goede zwaarden. Julian, waar ben je? Julian, waar ben je? Waar ben jij? Waar ben je? In 1 tegen 1. Nou, we hebben daar mee van mij, Rizio. Zijn er al mensen? Oh je god, er is iemand doodgaan. Ik zag het voor mijn neus gebeuren. Julian, waar ben je? Daarachter. Oh, daar ben je. Kom hier. Kom hier. Oh je god, wat ben jij sterk. Stop. Nee, 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 nee. Oké. Stop. Oh my days. Dit is niet te doen. Dit is niet te doen. Oké, Julian, stop. Ik heb backup nodig. Nu is het even. Anna! Justin! Backup nodig! Leerhelmpjes zijn niks waard! Leerhelmpjes, dat is goed. Leerhelmpjes is niks waard! Oh, hier heeft iemand hulp nodig. Kom op, pak hem! Pak hem, banaan! Oh mijn god. Pak hem, jongens! Ja! Goed zo, Jesse! Goed zo, Jesse! Dat heb je goed gedaan! Oh, hier is Julian weer. Hier is Julian weer. Pak hem! Dat is een dode vis. Oh jongens, ik zie weinig Jamie helmets. Ik zie zo weinig Jamie helmets. Het zijn zoveel leerhelmpjes. Bram, waar ben je? Waldo! Bram, kom je, blijf bij me, blijf bij me, blijf bij me. Voor mijn cirkel hier. Floor, René, blijf bij me. Charge. Oh, er zijn er al zoveel dood, hè. Oh, volgens mij zijn er al zoveel dood. Ik zie te weinig Jamie helmets, jongens. Het zijn er zo. Hier, pak hem, pak deze. Pak deze! Hij is kapot, Max! Ja, hij is dood! Goed zo, goed zo, goed zo! Oh, oké, volgens mij zijn er te weinig Jamie's. Jongens! Rennen! Vlucht! Alweer! Vlucht! Weet ik veel! Vlucht weg hier, we hebben verloren! We hebben verloren, ik zie te weinig Jamie helmpjes! We spreken elkaar snel weer. Oh, het is voor jou, Julian! Neem het, ik hoef het niet meer! Ik hoef het niet meer! Laat ze vluchten, laat ze vluchten! We hebben het koninkrijk! Laat ze maar vluchten, je zwakkeling! Oh, het waren er te veel. Het waren er echt te veel. Ik zag op een gegeven moment gewoon geen chainmail helmpjes meer. Ik zag alleen nog maar leren helmpjes en een beetje goud. Waar is iedereen? Ze volgen me. Oh god, ze volgen me. Oh nee. Wat Jezus Christus, dat we ook nog verloren hebben ook. Bram, ik had nog de volledige hoop. Floor, heb je wel goed gevochten of zo? Heb je al iets gedaan? Ik heb nog niks gedaan. Je was alleen maar aan het vluchten. Jongens, we hebben verloren. Ik dacht, we kwamen al zo'n epische entree van Justin met een leger en zo. Oh my days. Waar is iedereen? Waar is hij? Waarom zei ik alleen jullie? Waar is René? Waar is Justin? Waar is Anne? René heb ik niet ontvoerd zien worden. Dat wel. René is ontvoerd? Oh. Justin waarschijnlijk ook. Ja? De rest, Anne weet ik eigenlijk niet. Dat weet je niet waar die is gebleven. Jongens, we hebben ook echt niks. Het ding is, we hebben al onze waardevolle spullen in mijn koninkrijk achtergelaten. Ja, dit is alles wat we hebben. Ik heb mijn eten gelukkig nog bij me. IJzer, zwaardje, een axe en wat armor. En verder kunnen we niet. We kunnen niet nu terug daar, want ons leger is letterlijk dood. Ik heb iedereen dood zien gaan. Ik zag even maar een paar Jamie helmpjes. En voor de rest, ja, zijn wij over. Laten we even vluchten. Gewoon zo ver als we kunnen. Want ik denk dat ze ons uiteindelijk nog wel gaan volgen en op gaan zoeken. Laten we kijken hoe ver we komen. En dan even gewoon tot rust komen, oké? En dan gaan we even een plan van aanpak bedenken. Iets van een kamp opzetten of zo. Waar we daar zoiets. We gaan even kijken wat we kunnen regelen. Jongens, daar zijn we dan. Het is inmiddels 3 dagen verder. Bram, die zie ik, die is aan het vissen daar. Hi Bram. Hoi. Hey, dat zeg ik 2 dagen verder of 3, wat is het? Ik weet het niet eens meer op het moment. We hebben een beetje dingen kunnen regelen. We hebben hier wat schapen, zodat we onze tent kunnen maken. En 1 koe. Het ding is, ik wil mijn koeien mee, want mijn eten is namelijk op. En de farm is eigenlijk te klein om te houden. Ik bedoel, we hebben nog maar een paar wortels, een beetje wheat. Net niet genoeg om een broodje te maken. Inmiddels kunnen we het wel alweer farmen, dus dat is helemaal top. Ik ga even kijken bij hun, of zij inmiddels al een beetje goed nieuws voor mij hebben. Ik moet oppassen met rennen, want ja, het eten is schaars hier. Jongens, hoe is het hier? Aan het vissen. Is het nog steeds even vissen gevangen? Ja. Nog steeds even deprimerend? Ja. We zijn echt al een tijdje hier. Hey, kijk. Salm.
Dat ziet er top uit. Hé, doe vooral je ding met farmen. Of met eten regelen. Maar het ding is, ik wil uiteindelijk wel mijn koninkrijk terugkrijgen. We zitten hier nu al zo lang. Maar dat gaan we nooit redden. Dus ik denk dat we eerst even sterk moeten worden weer. Even op gang moeten komen. Even misschien weer diamond armor regelen. Wat meer eten. Misschien wat enchantments weer en zo. En uiteindelijk wil ik even gaan spieken bij het koninkrijk. Wat we daar kunnen doen. Of we daar misschien kunnen kijken wat de status is, weet je. Maar laten we voor nu even wat taken uitdelen aan iedereen. Dus Bram, als jij voor het eten kan blijven zorgen. Floor, als jij kan gaan even denken hoor. Dan gaan mijnen. Ja, ga jij maar minen inderdaad. Vind ik een goeie. Misschien dat we wat diamonds kunnen krijgen. Zo, ik bedoel, ik heb al wat ijzer en zo kunnen regelen. Niet al te veel. Kool is ook nog schaars. Dat is ook een ding. Alles is schaars. We hebben bijna niks meer. Dus ga jij lekker minen. Ga jij even eten regelen. Dan ga ik mezelf ook nuttig maken. Komt helemaal goed. En dan kunnen we even kijken hoe we dit kunnen regelen, oké? Ja, dat is goed. Top jongens. Trots op jullie. En we moeten René redden en we moeten Justin ook redden. En Anne moeten we uitvinden of die überhaupt nog leeft. Ja. Misschien is hij geplukt naar de eigen rijk weer, naar het oosten. We kunnen daar wel even kijken. Weet je, morgen gaan we gewoon een reddingsmissie doen, oké? Ja. Dan gaan we kijken of we iedereen kunnen vinden. Alright, jongens. Wat ik zeg, het is deprimerend. Ik weet niet wat ik moet doen. Dus laat vooral nu even in de reacties weten, alsjeblieft. Wat is het handigst om nu te doen? Een geheime missie om Julian om te leggen of zo. Klinkt misschien heel dark en duister, maar het moet wel. Want ik heb bijna geen spullen, joh. Het is zo deprimerend, hè. Ik heb hier een extra setje, heb ik kunnen maken. Met nog maar 6 ijzer over, wat goud. Koper heb ik wel heel veel kunnen vinden. En wat stenen, weet ik wat allemaal. Het is allemaal niet al te best, om eerlijk te zijn. Dus laat vooral alsjeblieft in de reacties weten als jij een goed plan hebt. Flora en Brandy zijn daar ook hun ding aan het doen, lekker. Ik denk dat we hier even een tijdje moeten gaan overleven. Misschien moeten we even de basis uitbreiden. Een klein muurtje eromheen maken. Want ik ben bang dat jullie al wel nog scout stuurt. Om ons uit te zoeken wat we aan het doen zijn hier natuurlijk. En dat zou niet heel chill zijn. Om eerlijk te zijn dat we dan betrapt worden. Ik heb eerst even geslapen. Want ik hoorde skeleton. En dat is echt een tijd geleden. Dat ik me zorgen moest maken om beesten zoals dit. Oh, hier komen een rotbeest. Zo. Ik denk dat ik als allereerst maar even wat hout ga hakken. We hebben al een beetje hout, maar dat is bijna op. En ik denk als Floor gaat minen, dat we ook nieuwe tools willen maken. Dan heb je ook hout nodig en weet ik van wat allemaal. Hier was al een halve boom omgehakt. En ik weet ook niet waar ik ben. Dat is het hele ding. Ik ben volgens mij zo ontzettend ver weg van mijn eigen koninkrijk. Van, we hebben zo lang lopen rennen. Het is echt insane. Ik heb ook nog geen XP kunnen verzamelen. Een beetje XP kunnen verzamelen. Ik heb iets meer dan ik net had door die skeleton. Maar dat, ik heb nog zo weinig kunnen doen. Het is echt deprimerend. Ik wil gewoon naar mijn koninkrijk. Kijk, ik wil mijn kasteel verder bouwen, jongens. Ik wil gewoon verder met de troonzaal en zo. Oh, ik hoop niet dat die dingen aan gaat passen. Echt waar. Ik hoop dat Julian alles een beetje met rust laat. Okay, laat ik de bestjes even opbergen. Oh, precies 32. Holy shit. Weet je, ik ga ook gewoon even minen. Ik ga ook, denk ik, heel even de mine induiken. Even Floor helpen. Wie weet, kan ze me wel gebruiken in de mine, weet je. Het is altijd handig om een beetje hulp te hebben. Oh, maar ik heb geen toortjes. Oh, die heeft Floor allemaal de toortjes. Nee, dat wordt ook dus geen... Waarom is alles zo moeilijk? Ik was zo gewend aan het makkelijke leven daar. Met alles wat ik al had. Met chestroom die helemaal vol zat. Met elk spulletje die ik nodig had. En ineens word ik weer helemaal gereset hier. Niet te geloven. Ik weet gewoon echt niet waar ik moet beginnen. Laten we even aan een kampvuurtje zitten, jongens. En dan voor nu deze video afsluiten. Laat wederom in de reacties weten wat ik moet doen. We gaan eerst even op gang komen. Even nieuwe spullen krijgen. En dan kijken hoe we dit aan gaan pakken. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Er zat heel veel werk in. Dankjewel, Julian. Eigenlijk ook weer niet bedankt, maar dankjewel dat je meedeed. En dan nu, kijk lekker het vorige content veendeel. Heel mooi deel. Hele leuke video. Ziet er goed uit. Leuke thumbnail. Kijk nou wat een mooie thumbnail. Die moet je gewoon even kijken. En dan nu spreken we later. Glaasje water, telt 4 flesjes bier. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Yeah!